Als we tegen Frankrijk komen, is dat klaar, hè? Vroeger was al de Real Madrid. Ja. Frankrijk is klaar. Paris. Ongelooflijk. Is ook klaar. Nee, mijn Frankrijk naam is spelen. Erik ten Apel en ik ga deze wedstrijd no! Ik doe het niet alleen. Kan het ook niet alleen. Want naast mij kampioenswedstrijd zit tegen Frankrijk. Altijd genoeg, Evert. Ja. De wedstrijd is begonnen met een aftrap door de Fransen. We kijken naar de 11 Franse namen die het vandaag moeten gaan doen. Er zijn met van die tikken, zo. Stapt Juventus het veld op. Vandaag spelen ze 4-5-1. Dat is toch wel heel erg negatief. Ja, hij is heel defensief. Heeft het behoorlijk behouden. En ja, is een conservatieve manier van denken over voetbal. Paas op Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Een opgelegde kans op een doelpunt. Buitenspel. Yo. Het doelpunt wordt afgekeurd. De grensrechter heeft buitenspel gesignaleerd. Maar gaat automatisch naar je bal, joh. De tegenstander, vrije kans voor Dybala. Nee! Goed ingreep. Jongen, jongen. Maar dat is klote dat hij met links is, van die hoek, joh. Snap je? Gedaan door de keeper. Ja. Dat was een met rechts had hij redding, in die verre hoek kunnen schieten. Een achterstand wist te voorkomen. Ze zoeken telkens de vrije man, zodat er ruimte ontstaat. Douglas Costa. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Die ballen is slecht. Jo. Kijk dit dan, joh. Inworp voor Juventus. Dat doet hij echt lekker, joh. Over. Matuidi. Het is echt heel dom voor mij. Is uitgegroeid aan een van de grootste spelers uit het hedendaagse voetbal. Want dit moet een ja, goal dat echt kansloos, joh. Klote paas. Daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Ja, maar ook dat ik val met Chiellini, ik heb de bal. Ja, ja, ja. En dan er wordt afgetrapt en komt het hij nog wat terug. Dat op voorsprong staat. Want Ronaldo weer tegenhouden daar. Eruit te halen. Die had gewoon op hem gemoet, joh. Ja, tranen. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Matuidi. Ik mag hem niet naar Ronaldo hangen. Ik mag niet naar Ronaldo passen. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Cristiano Ronaldo. Oh my god, en hij is de bal kwijt. Oh my god, Kingsley, kom aan. Griezmann. Paulo Dybala. Die bal is voor de tegenstander. Kante met ja, maar dit is echt Frankrijk, joh. Dat is echt niet normaal. Overtreding, wat is dit? Vrije trap en misschien is geen buitenspel toch gewoon, of niet? Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Helemaal vanaf daar en nog voor. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Yo. 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 Bal voor het doel. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. Die paas wat dit kan niet, joh. Mbappé. Ja, sorry. Oké, oké. Ja, goed. Matuidi. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Het leek wat deed Ronaldo ook helemaal daar, joh. Maar het resulteert slechts in balverlies. Ja. Kom al. Mooie voorzet hoor, maar helaas, er staat niemand. Die hebben zoveel geluk weer, hè. Maar ik kan er niet mee. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan Joao Cancelo. Voorzet richting de tweede paal. En die wordt weggewerkt. Wie pakt die bal op? Maakt hij gelijk? Yo, ik schiet gelijk, joh. Het is maar 9 weken. Geweldig gedaan, hoor. Paulo Dybala. Douglas Costa. Prachtige paas. Lekker. Lekker. Als je met hem maar schiet vanaf in de 16, dan scoor je wel. Als je gewoon niemand voor je hebt, weet je wel. Antoine Griezmann. Cristiano Ronaldo. Pogba.
Dembele. Krijg deze aftrapgekte weer. Hij speelt de sterren van de hemel. Douglas Costa. Kijk dit dan. Oh, ze zijn de bal kwijt. Fijne bal van Griezmann. Koeman. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Griezmann kiest voor de lange corner. Laat maar gaan. Die gaat naast de goal. Douglas Costa. Fijne ballen van Douglas Costa. Ronaldo gaat scoren. Nee, dat is klote. Ja, ik heb dat ook het altijd. Het wordt een hoekschop voor Juventus. Ja. Pjanic slingert de bal voor het doel. Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Cellini is wel lang, maar hij kan niet echt goed koppen. Nee, dat klopt even. Hij kon er gewoon niet naar beneden knikken. De ballen wegkoppen. Ja, hier kun je als trainer onmogelijk vrolijk van worden. Buitenspel wel of niet? Ja. Kut, buitenspel. En dan wordt er gefloten. Echt net hoor, denk ik hoor. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. Kom dan. Aan de boven, boven. Antoine Griezmann. Dembele. Pogba. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Paulo Dybala. Daar komt de kans aan om een voorsprong. Nee, joh, komt hij net niet bij mij ook. Wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex even. Schitterend om te zien. De fans weten dat ze geluk hebben dat ze niet achterstaan. Ze kunnen die kansen niet zo weg blijven geven. Cristiano Ronaldo. Nou, hij weet dat hij naar Ronaldo gaat. Bal in het strafschopgebied. Nee joh, hij schiet hem zo slecht hè. Ja, hij schiet nog gewoon iets op de grond en over de goal. Ik moet nooit meer. Tikkeltje geluk kijken en dat ontbreekt hier. Paulo Dybala. Zo scheids joh. Daar fluit hij dan weer niet voor hè. Mbappe. En in een interessante positie ten opzichte van het doel. Zou kunnen leiden tot gevaar. Die paas wat onderschept. We krijgen slechts 2 minuten extra tijd. De bal van Cristiano Ronaldo komt niet aan. Douglas Costa. Wat een leuk balletje was dat. Dan moet je maar mee. Wat een geweldige. Ja, maar kijk die tijd. De eerste helft zit erop en de stand is 1-1. Ik denk schiet gewoon, weet je wel. Anders gaat hij misschien fluiten als hij in de bal pakt. Wel meer schoten op doel. Wat een wedstrijd weer, joh. Juventus trapt af en ik verwacht nog een boeiende vijf. Ja, hij ging op ongeluk. Ik schrok eigenlijk toen die aftrap kwam. Dit is Cristiano Ronaldo. We krijgen een vrije trap. Nou, wat moet ik hier dan weer mee, weet je wel? Ik kom weer op die kosten waar ik nu ben. Wanneer was? Ja, gewoon naast me komt hij. Yo! Zag dat? Ja, dit slaat nergens op. Dat slaat dat nergens op, kijk, eerlijk. Gaat deze man weer buitenspel natuurlijk. Hey, maar, yo, dat witte pijltje. Ik heb zo'n wit pijltje onder mijn mannetje, weet je wel. Die gaat precies op hem. En nog paast hij ernaast. Uitstekend geplaatst. Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Dat kan zeker alleen mij overkomen. Paulo Dybala. Kijk het radio. Ja, ja oh, dat drukte ja, ik, maar ja, die man die stond wel. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Wat is je mening over Ronaldo over de eerste helft? Nou, hij heeft de gelijkmaker gescoord en dat zal hem vast het vertrouwen geven om door te gaan. En misschien zelfs zijn ploeg naar de overwinning te loodsen. Kijk, het is natuurlijk gewoon een geweldig goede speler. Ja, dit kan jou alleen overkomen. Voor Frankrijk aan de zijkant. Mbappé. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Echte ballen. Ja, dat heb ik sowieso ook gedaan daar hoor. N'Golo Kanté. Oh, beneden. Nee. Ik zag die voet gaan. Ik deed hem wel al hè. Yo. Oh, misschien.
Ging je of niet? Hij heeft deze nog. Het spel wordt goed breed gehouden. Zo, oh, hier. En nog een zichtje. De bal is nog aangeraakt. N'Golo Kanté. Ja, dat is een perfecte bal. Cristiano Ronaldo. Daar is het schot. Jongen! Een beauty. Wat lekker dit, joh. Met de linkerbeen, zeker. Maar ik heb niks uit, joh. Hij heeft geen slechte been. Dit is als een tweede treffer. Kijk ook maar net weer, hoor. Ja, tegen de paal. Ik dacht, die gaat weer niet erin, maar... Oké, kom op. Cristiano Ronaldo. Pogba. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Varane. Antoine Griezmann. Oh, Pogba. Dat moet een gelijkmaker zijn. Nee, u... Maar het blijft opletten geblazen. Yo! Ja, dat kan niet, man. Dat was echt schouder gewoon, joh. Het is levensgevaarlijk dit met de man. Prima positie. Dit is een uitgelezen kans. Maar we hebben wel een keepertje. Maar dit is ook weer gevaarlijk met Pogba. En wat kan Frankrijk met deze hoekschop? Griezmann kiest voor Varane trouwens ook, joh. Ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Het was een hele behoorlijke kans van die afstand. Die bal had niet iedereen gepakt, Evert. Ja. Dat was een fantastische ingreep, waardoor ze de voorsprong behouden. Zo. Ik ben benieuwd of er nog zo'n kans komt. Yo. Huh. Dan is er weer niks aan de hand. Ja, echt. Ja, man. Kom aan. Nee, laat maar gaan keeper, joh. Toe, behalve een doeltrap. Buiten spel ook, of niet? Ja, de keeper gaat ook gewoon voor die slijding, weet je wel. Ja, maar hij mist toch altijd. Prima onderschepping daar. Juventus Ronaldo heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Yo, wat is dat dan weer voor bal, joh? Het opjagen van de tegenstander levert balbezit op. Cuadrado. Oh my god. Als hij voorzet... Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Er staan nog 20 minuten op de klok. Die bal is voor de tegenstander. Wat een sfeer, hè? Nee, dat zie je niet volgens mij. Wat dan? Goeie ingreep door de keeper. Hoewel de bal wat zei je? Hij werkt de bal ik dacht bij het spel. Ja, dat dacht ik ook. Links. Maar hij komt doorlopen. Die rechtsachter. Met die redding werd een zeker doelpunt voorkomen. Echt een geweldige redding, Evert. Een doeltrap. Hoekschop. Doeltrap. Van een veelbelovende aanval. Ik dacht ook buiten spel net, joh. Dat was wel jammer. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Cuadrado. Ja, je kan ook niet, hè. Maar ik denk als hij dan daar komt en kan doortikken, weet je wel. Gelijk. Alexandro. Dat lijkt een prima steekpaas. Vrij gestoken daar die bal. Kijk dan, ik kom niks, joh. Drie man naast me gewoon, hè. Dat was echt geweldig gekiept, Evert. De meeste mensen telden hem al, denk ik. Hello. Nabil Fekir. Oh my god. Matuidi. Nou, uit. Had hij niet binnen. Uitgekopt inworp dus. Samuel Umtiti. Shooty. En het gevaar is eruit gehaald. Met die voorsprong van één doelpunt in de slotfase van de wedstrijd kunnen ze het kampioenschap niet meer mislopen. Nee, en zelfs met een gelijkspel zijn ze er al. Yo. Douglas Costa. Matuidi. Miralem Pjanic. Yo, wat is dat daar dan? De bal zomaar ingeleverd. Jongen, ik deed gewoon links 1 ook, hè. Mbappé. Griezmann is het eindstation. Oh, yo. Daar is hij dan. Ondanks die treffer liggen ze nog op schema voor de titel. En als ze er nog eentje nu tegen krijgen, focus, dan hoor. Zie je vandaag geen kampioen, hoor. Nee, en dat zou wel heel nu, ik ook geen wedstrijd al. Ja, ik ook, maar nu helemaal. Je gaat ze opgeven, of niet? De gelijk... Hij komt ook weer precies bij zijn voeten dan, hè.
Kijk wel die spelers, het is allemaal moe, joh. Alsjeblieft, niet uit de handen geven naast hem. Ik smeek het. Ik smeek het gewoon niet. Ja, maar kijk. Oh, jij kopte nog door of zo? Kopje. Ja, ik kon er zo. En toen tegen een kopje aan. En wat een bijzondere wedstrijd is dit. Het staat weer gelijk en het kan alle kanten op. Ja, maar waar moet ik heen, joh? We hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Ja, maar dit hier, keepers zijn achter van. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Nee, wat doet hij dan? Goed verdedigd. Nou, moest naar beneden, hè? Nee. Douglas. Ja. Wacht maar, paas komen. Er komen 3 minuten blessuretijd bij. Zo. Parade. Ronaldo stond er nog. Nabil Fekir. Daar komt laat in de wedstrijd nog een grote kans aan om de wedstrijd te sluiten. Nee, joh. Hij is nog binnen, hè? Tijd om die bal aan te nemen. Dit kan gevaarlijk worden. Het staat nog steeds gelijk. En dat is jongen, jongen, nog een hoekschop ook. Ze hebben Giroud erin gezet ook, hè? Dat is allebei gezien. Dat zou wat zijn, zeg. Hij gaat ook gelijk op Giroud, zie je dat? Dembele en Giroud. Weg, weg, boom. En die wordt weggewerkt. Yes! Ja, ja. Wat? Ook dat laatste. 2 keer op de laatste keeper redding. Kampioen geworden. Hè. Kijk hoe staan jullie Ronaldo, joh. Beetje te huppelen. Hoe kan ik dat dan zien? Ik ging gelijk naar die beker, dat ik gewoon had. Ja, maar dan klik je denk ik door, of niet? Bij mij staan ze allemaal te juichen en zo. In een kringetje staan ze. Bij mij staat er. Wacht op vriend. Jongen, jongen. Die houdt helemaal gek, terwijl hij ineens gespeeld heeft. Jawel, laatste 7 minuten. Oh, had je erin gezet hoor. Ja. Kijk eens wat er blijft. Ze staan nu achter die trofee. Een collega van me sprak ooit de gevleugelde woorden. Dit is een mooi stuk. Cellini, hoor. Loopt die, hoor. Dat geldt ook voor dit team. Ja, ze hebben het verdiend, even. Hoppa, hij pakt hem op. Het moment om te genieten van het kampioenschap natuurlijk. En hoi, confetti. Hier krijg je als speler nooit genoeg van. Dit werk verslaafd. Sakkie. Voor de spelers is dit het mooiste wat er is. Het moment dat je samen met elkaar de technische staf heerlijk, hoor, en de supporters kunt vieren. Dat je iets heel bijzonders hebt neergezet. Eindelijk na de jaren stressen. Kijk, die spelers schamen die prijs. De huldiging eerder op het veld was al een feest. Maar dit is natuurlijk nog heel veel mooier. Het moment dat je naar het supporters... Hij heeft die beker vast, Cellini, maar die beker die zweeft gewoon tussen zijn handen, joh. Ja, die supporters hebben zich niet verveeld. Dit is ook hun moment. Dik gaat alle kanten op, joh. Kijk dan. Wat is dit voor neppe gedoe, joh. Zoals vuurwerk, hè? Het fotomomentje. Fallo. Dit is een mooi stel. Het fotomomentje. Ronaldo ja, lekker voorliggen. In 88, ja. Maar ook deze ploeg heeft een top. Titel kampioen. Douglas Costa. Een... ook echt precies die 33, 23 punten, hè, kijk. Yeah.